Kijk naar een aflevering van Spirit 2000. Die gaat over boeddhisme. Hoe kom je daarmee in aanraking als je in West-Europa woont? En wat gebeurt er met je als je met boeddhisme in aanraking komt? Over dit soort dingen gaan we het hebben het komende uur. Aan de hand van gesprekken in de studio. Aan de hand van een bijzondere tentoonstelling op dit moment. En we gaan eerst kijken bij een zakenman wiens leven ook veranderd is. Uw interesse voor Tibet, hoe is dat ontstaan? En, een aantal jaar geleden, toen ik doe een wildwaterkano. En toen sprak een aantal vrienden en zei: we moeten nog eens een keer een forse tocht gaan houden. En dan zoek je landen waar het allemaal niet geciviliseerd is. En toen kwamen wij in Nepal terecht. Dat was in 1994. Toen hebben we een expeditie gedaan over de Sinkozy-rivier. Die ontstaat in de Himalaya, dus de grens met Tibet. En helemaal tot India toe. We hebben die hele rivier gedaan met 16 mensen. En met gidsen en dragers. En verschrikkelijk veel meegemaakt. En dan kom je van Nederland in een compleet andere wereld. En het is dan weliswaar Nepal. Maar Nepal en Tibet grenzen aan elkaar en loopt door elkaar heen. En heel veel mensen uit Tibet zijn destijds gevlucht naar Nepal toe. Toen er veel problemen waren. Je merkt ook dat de culturen door elkaar heen lopen. En dat dat boeddhisme en het hindoeïsme, dat leeft daar naast elkaar en met elkaar. En voor westerlingen is dat heel moeilijk te onderscheiden. En we beginnen met het is anders. En in de loop der tijd leer je dat wat uiteen te rafelen. En tijdens die tocht zijn we er veel met die cultuur in aanraking gekomen. En buiten het varen, wat spectaculair was, wat enorm wild was. Het is echt een expeditie geweest, hebben we ook heel veel op dat terrein meegemaakt. En van daaruit is er heel veel aan het denken gezet. Dat neem je mee, dat sluit je daar niet af als je weer het vliegtuig ingaat. Dat neem je mee hier naartoe. En dan vervaagt dat wel na verloop van tijd weer, omdat we dan weer in deze samenleving terechtkomen. En zo moet het natuurlijk ook. Maar aan de andere kant blijven er ook stukken hangen. En je merkt, als je dan na al die jaren, nu in deze tijd hier om je heen kijkt, dat die invloeden van daaruit hier, dat steeds meer wordt. Ja, dat wilde ik ook aan u vragen. Ik heb begrepen dat uw leven daardoor eigenlijk toch wel veranderd is. En in welke zin? Ja, bewuster. Je gaat sowieso, als je daar terechtkomt, dan krijg je een soort cultuurschok. Je gaat in de middeleeuwen terug. En dan zie je vanuit die enorme welvaart die we hier hebben, die overwelvaart, dat daar zo gigantisch veel armoede is. Maar het is een speciale armoede. Kijk, in Afrika heb je hongersnood. En ook armoede. En daar is heel moeilijk om daar wat mee te doen. Je moet dan honger oplossen. In Tibet en ook in Nepal is geen primaire hongersnood echt. Dat mensen op straat doodgaan, daar is een enorme armoede. Men heeft absoluut geen bezit. Maar wat ze daar wel hebben is blijheid. Wat mij enorm opviel is bij al die armoede dat de mensen blij zijn. Ze zijn gekleed. Ze hebben te eten over het algemeen, niet veel en het is niet rijk, maar er is te eten. En dat maakt dat die mensen toch heel dicht bij de wezenlijke dingen van het leven leven. Want waar moeten ze anders hun blijheid vandaan halen? Want wij zijn hier vaak helemaal niet blij als we ook heel veel hebben. Dus alles hebben en toch niet gelukkig. Hè? Het bekende. En als je dat dan daar zo meemaakt, dan geeft dat wel stof tot nadenken. Dan denk je, hoe is dat nou mogelijk? Als je ziet bijvoorbeeld wat kinderen hier aan speelgoed hebben. Dat is enorm, is dat gewoon. En wat er met Sinterklaas weer uitgedeeld wordt en zo. En daar, kinderen hadden balpennen meegenomen en gekleurde balletjes en zo. Hele simpele dingen waar niemand hier meer wakker van wordt. En kinderen niet meer voor een beweging te krijgen zijn. En die blijheid, toen je dat uitreikte, dat geeft iets heel wezenlijks in je denken. En als je dat dan hiermee naartoe neemt, dan zet je dat hier tot denken en je merkt om je heen dat daar meerdere mensen mee bezig zijn. Naast mij zit Judith. Welkom Judith. Dankjewel. Judith heeft een muzikale reis door Tibet gemaakt. Het was flautiste. Dus ik heb mijn dwarsfluit altijd bij me en mijn recorder. En ja, daar ga ik wel reizen en opnames maken. En zo ook in Tibet? Ja, wij zijn op in de Tibetaanse hoogplateau zijn we geweest. In het deel van de Tibetaanse boeddhistische cultuur. Dat nu nog onder het land van India valt. Dus eigenlijk in het noordelijkste punt van India is een deel van Tibet. Maar omdat het daar vrij is om de Tibetaanse boeddhisme uit te drukken en te beleven, voor die mensen zijn we eigenlijk daar naartoe geweest om dat te onderzoeken. En wat is nou kenmerkend voor Tibetaanse muziek? Volksmuziek bedoel ik dan. Kenmerkend voor muziek? Wat spreekt jou daarin aan? Nou, in de cultuur, ik vind het heel erg mooi hoe ze in zo'n klooster gaan zingen. Dat wist ik van tevoren. Van de volksmuziek wist ik niks van tevoren. Dat heb ik ontdekt tijdens het reis. In het contact met de mensen. En het is ontzettend leuk hoe spontaan en open die mensen waren om liedjes te zingen en ja, wat te delen van hun cultuur. Het is een hele mooie manier om te communiceren door het muziek. En ik denk dat dat mijn drijfveer is eigenlijk. En hoe ontstaan de teksten van die muziek? De teksten van de muziek zijn... ja, volgens mij zijn het vele oude traditionele liederen wat er vaak gezongen wordt. En het is mij ook opgevallen in, tijdens een vrouwenavond was het uitgenodigd. En blijkbaar dat die mensen gewend zijn om daar ook teksten zo op te verzinnen op het moment. Te improviseren. Te improviseren, ja. Ja, dat vertelde je, dat staat ook, heb je ook op muziek gezet, hè? Een vertaling van zo'n nachtelijk vrouwenfeest waar dan liedjes spontaan gemaakt worden. Ja. Ja, dat was, waar gaan daar die teksten over? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Nou, goed, ik kan er wel iets over zeggen. Wij hebben dus verschillende vertalingen van gevraagd. Want die vrouwen, die kenden amper 5 woorden Engels. Dus alles ging met gebaar en gelach. En nou, het was enig om mee te maken. En ik heb dus later geprobeerd vertalingen van te krijgen. Maar er is bijvoorbeeld een liedje waar vrouwen zingen van... ik hou zo van mijn liefde... als ik een hele banket heb, dan word ik niet bevredigd. Maar als hij mij een snoepje geeft, dan ben ik gelukkig, ben ik vol. En dan zingen ze van allerlei van soortgelijke dingen. En dan kwamen ze bijvoorbeeld aan een versje van... als ik een lapje heb van het... ja, een soort ondergoed van mijn geliefde, dan ben ik warm en met veel dekens ben ik nooit warm te krijgen. En datzelfde strofe, dit werd vertaald door iemand anders als een heel godsdienstige geval. Dat ik je in God moet geloven en je er echt je best moet doen. Om, nou ja, dan weet je niet waarvoor iemand wel een soort schuine vertaling geeft. Of de andere godsdienstige vertaling, weet je niet eigenlijk precies wat het betekent. En verder gaan de liedjes over, naast over het liefde, ging het over een warm maatje, zo een raar rolletje van tabak en papieren, want het stinkt zo en het is niet goed voor je gezondheid. Dat een sigaret. Ook, sigaret dus. Nou ja, eigenlijk heel uiteenlopend wat hun opvalt op dat moment. Maar jij was dus zelf bij zo'n nachtelijk vrouwenfeest. Ja? Heb je nou enig idee, hoe denken nou Tibetaanse vrouwen over bijvoorbeeld seks of het huwelijk? Nou, precies kan ik daar niet direct over zeggen. Ik weet alleen maar wat ze over gezongen hebben. En die zijn, ja, liedjes, dat vertaalt enigszins een volksgeest. Maar natuurlijk niet alles. Maar een van die liederen die ging zo van... nou, moet je niet gaan trouwen, want het is dan 3 dagen plezieren en het leven lang huilen. Nou ja, maar dat wil niet zeggen dat die mensen ongelukkig getrouwd zijn. Maar het is wel iets waar ze dan, ja, de draak mee uitsteken. En ik heb begrepen dat er voor bruiloften nog weer andere muzikale composities gemaakt worden. Met waarschijnlijk andere teksten. Misschien wat serieuzer of... Nou, we zijn 1 keer naar een bruiloft geweest. En dat was zo dat de dochter des huizes, die werd afgehaald door mannen van het dorp en een andere dorp. En die kwam dan te leven, na haar hele leven in haar dorp gewoond te hebben, kwam ze te leven in een andere dorp. Dus die vrouw die was niet erg gelukkig, die kwam als doorhuilend in beeld. En later was er dus mogelijkheid tot cadeautjes geven. En dat was dan weer vrolijk geworden. En de muziek wat we daar opgenomen hadden, het was eerst oude mannenlied. Het schijnt traditie te zijn dat mannenvolk van de ene familie, die stelt een vraag, een soort raadsel. En de mensen van de andere familie, die moet dat in lied antwoorden. Maar ik heb maar een gedeelte van kunnen opnemen, wegens de omstandigheden. En verder hebben ze muziek gespeeld. Dat was een soort hobo-achtig instrument met trommels. En dat werd gespeeld tijdens een hele langzame, trage dans die uitgevoerd werd. En ook tijdens het uitdelen van voedsel, van broodjes wat ze gemaakt hebben. En jij hebt ook foto's meegenomen uit Tibet. En ik heb gezien, je bent ook in een heel apart klooster geweest met een schitterende muur. Maar die is van zand, hè? Ja, het was een zandmandale. Dat was op een tafel met ongeveer 1,5 à 2 meter doorsnee. En dat hadden die monniken, 5 of 7 monniken, die hebben daar 2 weken gedaan om dit prachtige zandmandalen te maken. En wij zijn gelukkig om aan te komen zijn in die klooster, net op het moment dat het ontsluierd werd. En het waren dus een hele dag met rituelen. We hebben de hele dag opnames gemaakt. En ze hebben mij verteld, nadat de week, een hele week vieren ze dat mandalen. En dan de laatste week van het festival wordt dat een ritueel weggespoeld in het water. Dus eigenlijk een weerspiegeling van de Tibetaanse boeddhistische geloof, dat die dingen ja, in het leven opkomen, ze bloeien en later worden dan weggenomen in het levenscyclus. Tot slot, behalve natuurlijk waarschijnlijk de invloed van boeddhisme in de tekst van deze liedjes, heb je ook het idee dat deze mensen misschien nog weer dichter bij de natuur staan dan wij. Het is ook een hele andere beschaving, ja, een andere maatschappij. Jazeker, dat is zeker wel zo. Hun leven is heel eenvoudig en ze werken keihard tijdens de 3-4 maanden dat het warm genoeg is om iets te planten en hun beesten te voeren. En de rest van het jaar zijn ze dan, ja, het is koud en je moet binnen blijven. En ze leven daar wel heel primitief, vind ik. Ze stoken op de mest van de beesten, want daar waren geen bomen, geen hout om het te verbranden. En die mensen zijn heel erg met elkaar verweven, het gemeenschap, als een... Want ondanks alle armoede heb ik begrepen dat ze wel vaak heel gelukkig zijn. Ja, wij vonden het wel heel gelukkig met elkaar vrolijke samen. Mensen. Met elkaar samen waren ze heel gelukkig, ja. Naast mij zit inmiddels Heleen Swetsloot. Heleen Swetsloot heeft een stichting. Welkom, Helen. Hallo. Hi. Die stichting van jou. Hoe heet die en wat doet die stichting? De stichting heet Stichting Potala. Is dus vernoemd naar het Potala-paleis waar vroeger de Dalai Lama woonde. En wat tegenwoordig een museum is. En dat is zo genoemd omdat ik op een reis naar Tibet in Lhasa was, in het Potala-paleis. En daar werd aangesproken door een monnik die mij in het halfduister in de ogen keek en vroeg of ik iets voor Tibet wilde doen in mijn land. En nou, het leek mij heel toepasselijk om die vraag te honoreren, daar kon ik niet omheen. Maar ook om het Potala te noemen, omdat het daar eigenlijk... is ontstaan. Het is ontstaan uit de vraag van die monnik in dat Potala-paleis. Was dat jouw eerste reis door Tibet? Nee, dat was de tweede keer. Ja. En deze stichting, wat wil deze stichting bereiken? Nou, toen ik terugkwam, we waren in het kader van een culturele uitwisseling in Tibet. Toen heb ik gedacht van kijk, het is leuk om daarop voor te borduren, omdat je in de cultuur zo ontzettend veel kwijt kan. Want als je cultuur zegt, dan laat je dus iets zien, niet alleen van kunst, maar ook van hoe leven die mensen. Ook dat hoort bij de cultuur. En als je het hebt, hoe leven die mensen, dan kom je vanzelf terecht bij wat is hun huidige toestand en hoe was dat vroeger enzovoort. Dus het beheerst eigenlijk dat hele scala van het leven die een beeld geven van die mensen. En jij probeert ook Tibet een beetje bekend te maken hier in Nederland. Er is ook veel belangstelling voor op dit moment natuurlijk. Want je hebt ook iets anders gehad. Tibet in the picture. Ja, het is zo dat Potala is nog in een pioniersfase. In die zin dat het in december 1997 is opgericht. Met de bedoeling toen om een groot festival te organiseren. Waarin zoveel mogelijk van het Tibetaanse leven getoond zou worden. Nou, dat is een gigantisch festival geworden. Echt prachtig. En daar was van alles over Tibet was daar aanwezig en was daar te zien. En we hebben dus ook dansen laten zien. We hebben Tibetaanse zang. We hebben dia's en films. En nou ja, alles wat je over Tibet kunt laten zien, hebben we op die dag getoond. Nou, het is duidelijk dat jij heel geraakt bent door Tibet. Kun je misschien ook verwoorden, wat is dat nou precies wat jij met Tibet hebt? Waarom Tibet en waarom ja, niet een ander land of een ander werelddeel? Ja, het speciale voor mij is dat Tibet me onmiddellijk raakte diep in mijn hart. En dat ik voor het eerst het gevoel had, ja, het is zo diep van binnen dat het iets met mij van doen heeft. En dat ik op zoek moet gaan, wat heeft dit nou precies met mij van doen? En als ik zeg het heeft met mij van doen, dan is er ook een connectie met al die mensen eromheen. Ik ben zo geraakt dat ik eigenlijk aan iedereen zou willen laten zien wat mij daar nou zo geraakt heeft. Maar heeft dat te maken met het boeddhisme of met de schoonheid van het land? Ik begrijp bij jouw geval met de mensen, hè? Nou, het is de mensen, het is het land, het is de connectie die de mensen hebben met de boeddhistische filosofie. Het is die mildheid kunnen hebben terwijl je toch in erbarmelijke omstandigheden leeft. Dat een glimlach, een eeuwige glimlach zou ik het bijna willen noemen, die je raakt. Het is niet, ik doe maar alsof. Nee, je voelt, dit is echt. En zo met echtheid in aanraking komen, ja, dat is gewoon een belevenis. Wat denk jij, hoe zou ik het zeggen, wat wij in het Westen kunnen leren of zouden moeten leren van Tibet? Ja, nou kijk, voor mij was de situatie zo toen ik daar was, dat ik als het ware, en misschien was dat ook wel door het hoogteverschil, het is een combinatie, want niets is lineair, hè? Het is allemaal toch een hoeveelheid van dingen die maken dat je op een bepaalde manier kijkt. Ja, wat ik voelde is dat ik als het ware op een afstandje van mezelf, naar mezelf en de omgeving keek. En dat ik de grootsheid van de dingen kon zien, maar ook het kleine. En dat hoeft niet per se negatief te zijn, maar ik zag ook mijn onvolkomenheden. En dat maakte verder niet uit. Ik zag wel dat wil je komen tot volmaaktheid, dan kun je geen stappen overslaan. Het is niet dat je dat verstandelijk weet en dat je het dan beheerst. Nee, je moet door de materie heen. Daar kun je niet aan ontkomen. En daar leer je uiteindelijk van, door de dingen te doen. En op de een of andere manier heeft Tibet dat bij mij aangewakkerd. En ik zie dus, als ik zo'n festival organiseer, dan is het, ja, ik doe het wel, maar ik ben het instrument die het doet. Het komt door me heen, het is een soort passie. Ik kan niet anders dan eraan voldoen. Dat is eigenlijk het gevoel, ja, zo zou ik het moeten beschrijven. Nou, ik vind het allemaal heel interessant en het raakt mij ook zeer zeker. Daarom heb je uitgenodigd hier. En Stichting Potala heeft nog geld nodig, hè? Ja, het is zo dat het idee is om deze festivals te organiseren. Daar heb je natuurlijk altijd geld voor nodig. En ja, het meest problematische is. Waar vind je sponsors? Hoe financier je dat allemaal? Dat is iedere keer weer zoeken. En in die zin staan wij open voor mensen die als donateur mee willen doen. Of die deze evenementen willen sponsoren. En kijk, voor mijn part is het zo dat er heel veel potala's gaan ontstaan. He, dat mensen zeggen van, god, dit was een heel leuk festival. Dan neem ik een voorbeeld aan, bijvoorbeeld. Ik ga dat ook doen. Is ook prima. Maar ik zou heel veel willen laten zien. Ik ben ook steeds bezig. En ook steeds bezig te zoeken naar hoe kan ik dit financieel rondkrijgen. Dus in die zin is hulp... wordt graag aangenomen. Nou, als het nu goed is, verschijnt in beeld het Giro-nummer van Stichting Potala. U hoort het, Stichting Potala kan nog veel hulp gebruiken, ook financiële steun. U kunt het overmaken op het nummer wat nu in beeld verschijnt. En Helen, bedankt. Ja, jij ook bedankt. My next guest is... Tenzin Gyaltsen. Yeah, and I'm born in Tibet, in Nyalam place. Yeah, and but I lived before a long time in Nyalam. So. Why did you leave Tibet? Yeah, because we had some problem with it's something like a politic problem. So not exact politic, but I was helping the people who was doing this kind of things. From bring the things from Nepal to from Tibet, and something kind of photo from Dalai Lama flags, and because we are trying to get the Tibet back, so we are still fighting for Tibet. Are there many people who will leave Tibet for political reasons? Yeah, there is a lot of people who left and they have. They had a very hard life. They survived very hard life in Nepal, or the way to Nepal. It's very hard. Are most of the people, the younger people who leave Tibet, or also the elderly? The mostly is younger people who involved in this kind of things, in these political problems. So you lived in Nepal. What did you do there, except helping other people? Yeah, in Nepal actually I didn't did anything because actually I was not legal in Nepal, and I was just hiding there. It means I was in a stupa, and I have to hide from myself because in Nepal it's not legal to stay there without paper. No, it's not legal. And is it difficult to get papers? In Nepal, there's no chance because if they know that some people is from Tibet, and maybe they will send it back, and a lot of people also died on the way to Nepal, on the border. So the police from Nepal they also killed some Tibetans. So they use really violence to stop these people from leaving their country. In Nepal, you mean? Yes. No, in Tibet also. If you want to cross the border. Towards Nepal, it's difficult. This is very difficult. It's not allowed actually. It's not allowed. But we have to find a way to get out of Tibet because it's not free. And now you live here in Holland. What are you doing here? Right now I'm doing nothing. I'm just still in processing if I could stay or not. So and I have to wait for that. Did you see the Dalai Lama the other week in Den Haag? Yeah, that's right. I saw him here in Den Haag. I was there, and it was really great time that I saw him at first time. And and I feel very good. Yeah. How does people consider the Dalai Lama in your country? Do they see him as the one who can set them free? We see more as a god, because yes, as a god and king also. So and we pray a lot for him too. So he's not only your political leader, or he doesn't only express your ideas. He's also, you considered him as a godness. As a god, no, not as a leader exactly. As a leader. Not actually as a leader, but more as a god, because he's reborn, reincarnation, and we believe that on Buddhism. Yes, because the viewers, not all the viewers know it, the Dalai Lama is chosen, eh? Yeah, it's chosen, yeah. Chosen, it means, yeah, in Tibet is always, if there's reincarnation, then yes, some Rinpoche, yeah, some Rinpoche do, they knows where they're born, and... How do they know that? They will find it the way, but I really don't know exactly how to do that, because I'm really not in the religion inside, so, and, but then they do this kind of things, so, and you'll find it out. There's a lot of tulkus also, it calls tulkus. Yes. It means reincarnations, it's Rinpoche, and they find a lot, this kind of. What, now you live here in Holland, what is your opinion of the Western civilization and society? Yeah, here is good to stay, but it's a little bit hard because I'm very new here and I'm trying to get inside in this new picture. What is for you the biggest difference between your country, your area of the world, yeah, and the west of Europe? What is the first thing that comes to your mind when somebody asks you what is the difference, for example, between Holland and Tibet? Yeah, actually there's a big difference because Tibet is not really democratic land, and it's not modern, there's nothing happened there. Mm-hmm. Because of the Chinese, they didn't do anything. No. And the people are still same how they are before, and yeah, and here in Netherlands is everything is fine, so, but if we could, so we can do something more for Tibet also, to bring something more things there. Yes, what do you think Tibet needs most? Financial help, or I don't know, another support, or yeah, support about the health. Yeah, that's too. Yeah, health, financial, and education. Yes. Most important is education, and because there is no education right now in Tibet. No. It's, they do have, but it's very few, and we have to learn as a Chinese there, so we have to be more like a Chinese as than Tibetan. Well, I don't know whether that's the right solution, because you have your own character, perhaps within the limits of your own people, your own character. You can keep your own character, yeah, and perhaps, yeah, becomes also stronger. Or do I? Yeah, sure, but in Tibet it's not so really free for that, mm-hmm, and we have to do more. As we have to, at first when you go to school, we have to learn Chinese. Yes. And that's the most bad things what we have to do. Iets heel speciaals ook met Tibet. Ja. Jij bent met een vriendin, heb je daar een reis gemaakt, heb ik begrepen. En jullie hebben ook aan iets meegeholpen. Ja, ik ben eigenlijk op het idee gekomen om die reis te maken omdat ik antropologie studeer en dus geïnteresseerd was in een land. Dat was eigenlijk Tibet al van kleins af aan. En Heleen Swetsloot van Stichting Potala had een dag georganiseerd in januari vorig jaar. Daar ben ik heen gegaan en toen ben ik Kareth McKenzie tegen het lijf aangelopen, die een jongerenproject leidde naar Lhasa. In een weeshuis en een gehandicaptencentrum. Ja. En daar zouden we dan vrijwillig werken. En toen dacht ik, nou, er is geen mooiere manier om in contact te komen met een cultuur dan eigenlijk daar iets te doen ook. En daar iets achter te laten. Niet alleen maar te nemen van een cultuur. Maar, dus ik heb dat gedaan en we zijn daar 6 weken geweest in totaal. Werkte af en aan in een weeshuis en in een gehandicaptencentrum dus. Dat weeshuis lag iets buiten Lhasa, 20 minuten buiten Lhasa. En had ongeveer 30 kinderen nu. En werd geleid door een Zwitserse vrouw. Zij is zelf Tibetaanse, maar in Zwitserland opgegroeid. En is toen teruggegaan naar Tibet en eigenlijk geschrokken van de straatkinderen. En heeft toen het idee gekregen om een weeshuis op te richten. En wij kwamen daar eigenlijk met het idee van, wat hebben jullie wat wij kunnen doen? Of is er iets wat wij kunnen doen? Want we hebben handen, voeten, kracht. Dus als er iets is, dan kunnen wij helpen. En dat was eigenlijk de buitenmuren afschapen. Dat was allemaal oude verf. Allemaal afgeschaapt, geschuurd, opnieuw geverfd. En ja, je hebt dan ook rond de ramen vaak de Tibetaanse mooie kleurrijke bloemenschilderingetjes. Die werden gedaan dan door Tibetanen zelf. Er waren mensen die ook geld in hadden gezameld om daaraan te besteden. Dus ja, dat was eigenlijk. Zijn er veel weeskinderen in Tibet? Veel weeskinderen, ja. Ik ga ervan uit van wel. Ik weet niet exact hoeveel, maar het is gewoon grappig dat haar weeshuis, het eerste weeshuis dat is opgericht in Tibet. Zij heeft nu nog een weeshuis in het oosten volgens mij, of het zuidoosten opgericht. En dan een gehandicaptencentrum, maar er is heel weinig opvang. Dus, en wat is jou het meest bijgebleven van Tibet? Het land, de cultuur, de mensen, ik weet niet, andere dingen? Van alles en nog wat, denk ik. Ik denk in eerste instantie de mensen. Ja. Want ja, eigenlijk spreek je de taal niet met die kinderen. Je hebt geen communicatiemogelijkheden. Ja, handen en voetenwerk. Maar toch begrijp je elkaar. En dat was voor mij ook die eerste kennismaking, waarover ik straks even wat wil voorlezen, was voor mij eigenlijk de eerste inslag die binnenkwam. En ja, toen was ik echt benieuwd wat er verder zou komen. Want dat was de eerste dag dat ik daar kwam. Dat het al zo'n impact op me had. Dat ik dacht van, nou, ik ben benieuwd. Maar het is ook het land. Het is ontzettend natuurlijk. Heeft ontzettend impact op je lichaam. Sowieso, omdat het op 3600 meter is. Ja. En ja, die eerste dagen kon ik bijna de 10 minuten die ik normaal gewoon liep, dat was echt zo van, ja, met pijn en moeite kwam je weer vooruit. Dus het heeft een hele impact op je lichamelijke gesteldheid, zeg maar. Dus dat werkt ook mee. En ja, het land zelf, de bergen, de lucht, de omgeving, de kleuren. Ja, het is een fantastisch land en het is heel jammer dat het uiterlijk een beetje verpest wordt. Ik wil het niet heel hard noemen, maar naar mijn idee, ik had een heel, hoe zeg je dat? Idealistisch beeld misschien, of een heel pittoresk beeld. Ja, een beetje romantisch. Ja, heel romantisch. Van, dan zie je straks de Potala van de film. En, nou, je komt binnenrijden en het is eigenlijk, zeg maar, een moderne stad geworden. Met boulevards en witte gebouwen, gewoon moderne gebouwen, karaokebars, discotheken. En dan is er nog een klein centrumpje rond de Jokang-tempel, die dan nog authentiek, hoe kan je het noemen, Tibetaans is. Maar ja, het is natuurlijk ook altijd een soort discussie. Want aan de andere kant, dat hou je natuurlijk niet tegen, westerse dingen. Nee. Wij zelf willen dat ook hebben. Dus ik denk dat je dat in Tibet toch niet tegen kunt houden. Maar wat denk jij waarmee Tibet nou geholpen zou zijn? Met morele steun, financiële steun of iets anders? Of zeg je nou, ik kan me ook niet denken, we moeten ze wel maar met rust laten, die mensen. Ik denk wat het belangrijkste is politieke steun, tenminste naar mijn idee. Ik denk dat het is leuk om, of het is natuurlijk ook heel belangrijk om geld binnen te halen voor educatieve of medische projecten daarbinnen. Natuurlijk is dat heel hard nodig, maar om werkelijk iets voor Tibet of voor de vrijheid van Tibet in gang te kunnen zetten, denk ik dat politieke steun heel hard nodig is. Want ja, vanuit daar moet het toch allemaal gebeuren. Tot slot wil je ook nog even een stukje voorlezen uit dat dagboek dat jij bijgehouden hebt. Kun je ook even vertellen wanneer je dat bijgehouden hebt? Ja, nou, dit is een dagboek die ik heb bijgehouden toen ik dus die reis ging doen. Of tenminste het vrijwilligerswerk deed in Lhasa. En wat ik al zei, ik wil graag dat stukje van dat eerste contact met die kinderen, wat dat voor mij betekend heeft, voorlezen. Oké, ik lig nu in mijn bed in ons hotel in Lhasa. Ik voel me nu een beetje zwak en ik heb hoofdpijn. Wat een dag. Ongelooflijk. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. We gingen met de bus naar Lhasa, wat 1,5 uur rijden is van het vliegveld. Daarna zijn we naar het weeshuis gegaan. We werden daar zo aardig ontvangen. De kinderen kwamen eraan en omhelsden ons, pakten onze handen om gedachten te zeggen en toen werden we uitgenodigd om wat te drinken. We kregen cola, Sprite en thee en de kinderen kwamen langs met koekjes, gedroogde vruchten, zonnebloempitten, snoepjes, noem maar op. Ze bleven maar langskomen. Ze wilden niet dat je nee zei. Ze bleven maar doorgaan totdat je toch iets nam. Ik zat daar en keek naar de kinderen en kreeg een vlaag van emotie over me heen. Ik moest huilen en huilen. En al die liefde en puurheid van die kinderen, het was zo mooi. Het raakte me echt diep in mijn hart en mijn ziel. Op de een of andere manier waren er nog meer mensen die precies hetzelfde voelden. Het was zo raar en overweldigend en intens. Ik snikte echt helemaal. De kinderen stralen zoiets liefdevols uit. Maar dat huilen, ik weet niet, het voelde goed. Ik voelde me zo open en blij en gelukkig. Dat is iets wat me echt van diep van binnen heeft geraakt. Ik ben zo benieuwd wat er nog meer op me af zou komen. Het is echt een explosie geweest. Ik kan even niet meer denken. Laat maar over je heen komen. Nou, dat was eigenlijk een beetje een omschrijving van het binnenkomen en dan zo ontzettend open ontvangen worden door de kinderen. En voor mij was het echt... die tranen en die emotie was niet van oh wat zielig en wat verdrietig. Het was iets wat me echt raakte van binnen, waardoor die emotie naar boven kwam. En ja, dat is vanaf de eerste dag dus bij me gebleven. En dat heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. Ga je nog verder wat doen met dat dagboek? Nee. Nee, ik denk het niet. Nee, ik hou het voor mezelf. En, Maar je hebt niet alleen je dagboek bij je, maar ook nog een gedichtje en een soort opstel van studenten, van Tibetaanse studenten. Ja, dit is een opstel wat iemand heeft geschreven van de Tibetan Children Village in Dharamsala. Ja. En dat is elk jaar geven ze dan een student forum uit en dan mag elke leerling iets schrijven wat hij wil. En dit is een stukje over wat wel goed weergeeft hoe die situatie binnen het schoolsysteem is in Tibet nu. Wil je dat nog even voorlezen? I came from a remote area in Tibet. Now I was in Tibet. When I was in Tibet, I went to school till class 4, and it was a small and poor school. There were about 90 students in that school, and most of the students were Tibetans. Only few of them were Chinese. Most of the Tibetan students do not know that it was the Chinese who created such a condition for us. During the examinations, the teachers used to say, "Copy if you want to." I guessed they had some reason behind. The school heads, Chinese, used to give 5 yuan to the teachers whose class secured first position. But in actual sense, the students used to cheat during exams. They were greedy for money and we did not know about the whole policy. Some of the students did not even know the Chinese had invaded Tibet. If someone tries to explain it to the students, they would be killed by the Chinese. So we, the children of Tibet, didn't know about our own country. We were small and didn't know that Mao Zedong was a very cruel person to us. We were learning about Chinese history and their famous rulers so that we could come to respect Mao Zedong. One day, my younger sister said that Mao Zedong was a very bad person. On hearing this, my grandmother also agreed and told me the cruel ways in which he tortured the Tibetan people. After some years, I was sent to India to study in TCV, and now in this school I can learn so many things about my own country, and I think I am very lucky. Op de fiets door Tibet, hoe kom je erop? Dat is eigenlijk ontstaan door een reis die ik heb gemaakt met een vriend van mij, Jus Schilder. We hebben toen gelopen in Inner Dolpo. Dat is in noordwest Nepal. Daar hebben we elkaar ontmoet. En we zijn daar een beetje vrienden geworden. En na de tocht die we toen gelopen hebben, is hij daarna gekomen met het idee om dus ook eens te gaan fietsen. En wel in Tibet. En ja, zo is het eigenlijk. Dat is eigenlijk de aanleiding voor de fietstocht. Maar je hebt niet alleen maar gefietst daar? We zijn in totaal 6 weken zijn we weg geweest. Waarvan we dus 3 à 4 weken gefietst hebben. 14 à 1500 kilometer. En het doel was Mount Kailas. Dus we hebben gefietst van Lhasa naar Mount Kailas. De heilige berg, helemaal in het westen van Tibet. En over het Tibetaans plateau, wat op een hoogte ligt van gemiddeld 5000 meter. Met passen. We hebben geloof ik 14 passen gereden naar 5.500 meter. En toen we daar zijn aangekomen bij Mount Kailas, hebben we daar dus 3 dagen gelopen om de berg heen. En dat is dus een pelgrimsroute. 45 kilometer is die route, duurt 3 dagen. En die tocht hebben we dus gedaan met z'n vieren. We waren met z'n vieren namelijk, niet alleen Just, maar ook nog 2 andere jongens, Pim en Rob. En tijdens die wandeltocht werden we dus vergezeld door de gids, de kok en nog, even denken hoor, kok, gids, assistent kok en een stel jaks. En die hebben de bagage gedragen. Hoe lang zijn jullie nou met z'n vieren dan opgetrokken? We zijn in totaal dus weg geweest, 6 weken. En dus wat ik al zei, 3 à 4 weken hebben we gefietst. We hebben 3 dagen gelopen. En de rest hebben we dus eigenlijk de tijd gebruikt voor de aanloop van de tocht. En het afbouwen van de tocht. Dus zeg maar eerst naar Kathmandu, Lhasa. Je moet natuurlijk ook acclimatiseren. Want je komt aan in Kathmandu, dat die ligt op een hoogte van 1200 meter. Dan vlieg je dus naar Lhasa en dan kom je dus direct al op 4000 meter terecht. En dan moet je dus absoluut wel een paar dagen acclimatiseren. Want je kunt niet zeg maar zomaar in één keer naar die hoogte toe. Dus we hebben daar in Lhasa hebben we ongeveer een dag of 4 hebben we geacclimatiseerd. En de dag dat we dus zijn weggereden, of eigenlijk 2 dagen na het vertrek uit Lhasa, zaten we al gelijk op 5.500 meter. Dus hadden we dus eigenlijk al de eerste pas, hadden we dus al voor de kiezen. Ja, het is duidelijk, je bent heel sportief, maar niet alleen maar sportief, je bent ook fotograaf. Ja, dus ik heb die reis, was van tevoren al... Of het was eigenlijk al van tevoren bekend dat er dus een fotoboek moest worden gemaakt. Waarom? Ja, waarom? Dat zou ik niet kunnen beantwoorden. Goed, het fotoboek is er gekomen. Er was een uitgever en die was geïnteresseerd in het fotoboek. En daar zit natuurlijk eigenlijk nog meer aan vast. Want het fotoboek is dus ook gemaakt... in de eerste plaats dus gewoon voor onszelf eigenlijk. Maar in de tweede plaats zijn we dus gesponsord tijdens die reis. En is de opbrengst van het boek is ten goede gekomen van het Himalaya oogheelcentrum. En het oogheelcentrum behelst dus, dat is een ziekenhuis waar Tibetanen geholpen worden aan oogklachten. Dus we hebben tenslotte na afloop van de reis hebben we dus 17.000 gulden kunnen overhandigen. Maar ik wil het toch even over jouzelf hebben ook. Ja. Als fotograaf, op wat voor manier ga jij fotograferen? Hoe kijk je tegen de dingen aan? Wat kies je uit als onderwerpen? Nou, dat is dus in dit geval is dat eigenlijk... Ja, je hebt niet zoveel keuze. Je gaat fietsen. Dus je hebt dus een tocht voor de boeg. En die tocht, je weet natuurlijk niet wat je tegenkomt. Dus het is eigenlijk al min of meer van tevoren een soort van hete adem in je nek. Dus je moet dat boek maken, dat weet je. Dat is gewoon afgesproken met de uitgever. En ja, je gaat die tocht beginnen en je moet gewoon na afloop een boek hebben gemaakt. Maar als je dan bijvoorbeeld fietst, ik kan me voorstellen, je gaat allemaal de natuur fotograferen, landschappen. Op jouw foto's zijn veel mensen te zien. Ja, omdat het eigenlijk een beetje mijn specialiteit is, mensen. Ik fotografeer eigenlijk altijd mensen. En dus ja, tijdens die reis blijf je geïnteresseerd in mensen. En ik heb ook wel, ja, sorry. Krijg je ook nou een band met die mensen daar? Nou, je hebt geen band met die mensen. Kijk, het is wel zo dat in de eerste instantie ben ik natuurlijk wel geïnteresseerd, heel erg geïnteresseerd in mensen. Dat heb ik al gezegd. Ik bedoel specifiek met de bevolking daar. Ja, nou, je hebt geen band ermee, maar je komt natuurlijk wel, zeg maar, her en der kom je mensen tegen waar je natuurlijk wel wat intensiever mee omgaat. Ik bedoel, mensen zijn altijd geïnteresseerd. Ze komen naar je toe. 's Avonds moet je de tent opzetten. Nou, waar ze vandaan komen weet je niet. Maar ineens staat het vol. Op de een of andere manier. Ze komen blijkbaar uit de grond. Bij wijze van spreken. En ja, met de ene maak je heel veel plezier. En met de ander is het gewoon wat minder. Dus dat wisselt zich iedere keer af. Maar krijg je ook contact met die mensen? Ja, eigenlijk wel, ja. Je spreekt de taal uiteraard niet. Maar op de een of andere manier zijn het zulke vriendelijke mensen en zijn ze zelf zo geïnteresseerd dat je dus, zeg maar, toch een soort van, ja, hoe moet je dat noemen, een contact maakt. Maar dan verbaal, hè? Zeg dat goed, verbaal? Ja, je hebt niet echt een gesprek met ze, maar het is meer het oogcontact. En dat zegt natuurlijk al heel veel. Ik weet dat het voor journalisten heel moeilijk is daar. Kwam je als fotograaf nou ook problemen tegen? Werden er hindernissen voor je opgeworpen? Nou, wel wat betreft de Chinezen. Daar hebben we dus... we hebben niet echt veel problemen gehad met Chinezen. Omdat we die natuurlijk ook een beetje ontlopen hebben. Maar het viel me mee dat het moment dat je dus in Lhasa dus landt met het vliegtuig... dat het allemaal toch wel redelijk makkelijk ging. Niet echt problemen. En dat fietsen op zich, technisch gezien, wat kwam je allemaal tegen? Behalve lekke banden dan? Ja, ik was degene die op een gegeven moment 6 lekke banden had. Terwijl er ook jongens waren die dus helemaal geen lekke banden hadden. Dat is altijd heel vreemd. Maar ja, het terrein is natuurlijk zwaar. Veel slechte wegen, heel slechte wegen. Veel keien, scherpe randen. En ja, wat kom je nog meer tegen? Ik bedoel, het grootste probleem met het fietsen in Tibet is dat je op de hoogte zit. 5000 meter, 5500 meter. En dat is vrij zwaar, vooral wanneer je dus, zeg maar, omhoog gaat. Je hebt natuurlijk zuurstofgebrek. Waar je dus wel in de loop van de dagen aan wendt. Maar het blijft gewoon iedere keer toch weer een probleem. Vooral met klimmen. Ja, dat schiet me nu te binnen. Je bent een fotograaf, maar tegelijkertijd moet je dus ook heel sportief zijn en je goed voorbereiden. Dat was heel zwaar. Ik heb echt een hele zwaar. Het was echt een hele zware reis. Omdat je dus op 2 dingen moet concentreren. Dus A, op de fiets. En B, moet je ook nog een keer een boek maken. Dus het was behoorlijk zwaar. Ook na afloop naar de voettocht om de Mount Kailas, de berg Kailas, was ik eigenlijk wel kapot. Hè? Ik kwam op een gegeven moment kwam ik aan, weer terug op het uitgangspunt, dus die tocht hebben gelopen. En dan lig je ook in tranen, hoor. Dat is echt dat is heel emotioneel, hoor. Ja, er is ben je een... op, ben je echt op. The Fact of Life. This is a story about 4 people named everybody, somebody, anybody and nobody. There was an important job to be done and everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that, because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done.